Toen Vlinders 10 jaar geleden begon, toen hadden wij het idee om als pure player eigenlijk de markt te veroveren. Maar de eerste leveranciers met wie wij zaak wilden doen, die zeiden hoeveel vierkante meter heb je? En we hadden helemaal geen geld om een winkel te openen. Dus toen zijn we Vlinders Cafés gestart. Eigenlijk een plek waar consumenten graag komen, genieten van een hapje en een drankje. En dan het meubilair van Vlinders kunnen beleven. Nou, dat is eigenlijk onze start geweest naar offline. Inmiddels hebben we een hele mooie flagship store in Zaandam. 7 dagen in de week geopend. En daar komen klanten naartoe om niet alleen de meubels te ervaren, maar ook om advies te krijgen van onze interieuradviseurs. Ja, wat Vlinders heel specifiek doet, is we kijken eigenlijk naar de hele klantreis. Veel van onze klanten die willen geïnspireerd raken. Dus we maken heel veel content om die klanten te inspireren. Trends, woonstijlen. We werken met bloggers, met influencers. We zetten heel erg in op advies. Face-to-face in de winkel met interieuradviseurs. Maar ook aan de telefoon, 7 dagen in de week, tot 11 uur 's avonds. Via mail, telefoon, chat. Om echt die klantbehoeften te begrijpen. En uiteindelijk vanuit advies en inspiratie een klant te helpen naar zijn woondroom te realiseren. Wij willen echt maar één ding doen en dat is designmeubels verkopen en daar willen we de beste in zijn. En als superspecialist zijn we dat domein aan het claimen en geven dat invulling niet alleen met de juiste producten, juiste prijzen en voorradigheid, maar juist ook door invulling te geven aan het adviesstuk, het inspiratiestuk, nieuwe technologieën, augmented reality, virtual reality, om die brug tussen online en offline te slaan. En dat maakt Vlinders bijzonder dat we als superspecialist de allerbeste willen zijn. Ja, als je bij Vlinders bestelt, wij proberen heel erg ons best te doen om de vraag te voorspellen. En dat lukt ons ook goed door te kijken naar Google Trends en eigen zoekdata. Dus eigenlijk bepaalt ons algoritme wat we inkopen, wanneer we het inkopen. En daarmee zijn we in staat om bijna 90% van de klantorders online uit voorraad te leveren. We hebben een eigen logistiek centrum in Amsterdam. En dat betekent vandaag voor 6 uur besteld, is morgen in huis en alles gratis bezorgd. Maar we zien ook dat klanten snelheid niet als enige belangrijk vinden. Het is ook belangrijk dat de klant aan het stuur zit en dat de klant zelf kan bepalen of hij het morgen wil hebben of misschien volgende week, overdag of 's avonds, dat hij tijdvakken kan kiezen. En dat zit ook allemaal zeg maar, in onze logistieke checkout, klant aan het stuur en ontzorg die klant. Ja, Vlinders groeit heel erg snel en als een van de grootste uitdagingen naar de toekomst toe is toch talent. Omdat we zo hard groeien hebben we ook heel veel personeel nodig. En op dit moment is dat de rem op de groei, de snelheid waarin je mensen vindt en ook mensen onderdeel laat zijn van je cultuur en je bedrijf. Dat is lastig in deze arbeidsmarkt.